We zijn hier bij het Agora-netwerk. Dat is een netwerk wat eigenlijk allochtone young professionals en diverse young professionals, moet ik eigenlijk zeggen, met elkaar connect. En die doen dan lezingen vaak, ze doen meetings, komen ze bij elkaar. Ze hebben ook dinners die ze af en toe doen en dat noemen ze dan role model dinners. Het is eigenlijk elkaars ervaringen uitwisselen en kijken hoe jij binnen de corporate world, waar deze mensen allemaal in zitten, je plek kan vinden en hoe je kan vechten tegen, alle vooroordelen, hoe je dat glazen plafond moet doorbreken, wat er niet alleen voor vrouwen is, maar ook zeker in de top management van corporate voor mensen met een kleurtje. Ik denk dat Ines en Ilonka allebei uit een vechtdiscipline komen waar het verschil eigenlijk, waar je nooit beoordeeld wordt op je kleur, maar op je prestatie. En ik denk dat dat ook het mooie is van vechtsport, zeker van kickboksen, van MMA vind ik dat ook. Je zal er nooit oerwoudgeluiden horen of wat dergelijke, wat we tegenwoordig wel meemaken helaas in de stadions. En het gaat om veerkracht, het gaat om een stukje veerkracht ook. Niet alleen het respect naar elkaar toe, maar hoe ga je om met tegenslagen. Ernesto liet een filmpje zien waar hij knock-out gaat. Ik ken weinig kickboxers die dat met trots laten zien aan een groep van een paar honderd man. Maar het is wel voor hun de essentie om te laten zien, ook al ga je nog zo hard op je bek, come back, fight the battle en pak je plek die je verdient. Hij is knock-out gegaan, maar is het eind van dit jaar toch wereldkampioen geworden. En daar gaat het om. Dat is de essentie. En ik denk dat Ilonka het ook zal laten horen in haar verhaal. Waarbij Ilonka ook laat zien van luister, tegen de bier kan je invechten. Maar het gaat er vooral om, wees goed in wat je bent. Wees de beste in what you can be. En dan kan niemand, maar ook niemand je tegenhouden om de top te bereiken. Zie je er veel overeenkomst in een wedstrijd en speaker? Ja, sowieso. Want kijk, ik heb wel altijd, op het moment dat je met de topsport bezig bent, dan word je bewust van bepaalde zaken. Ingrediënten die je nodig hebt om succesvol te zijn. En uiteindelijk ben ik gaan geloven dat topsport, dat is wat Ernesto heeft gedaan en wat ik ook heb gedaan. Topsport is business en dat zie je de laatste jaren veel verder naar buiten komen. En business is dus ook topsport. Dus die link van topsport naar business en andersom is dus gewoon gemaakt. En als je gaat kijken naar de voorbereiding die wij doen als topsporters, dat is waarschijnlijk ook exact dezelfde voorbereiding die een top-CEO doet van een bedrijf die internationaal successen boekt. Dus ja, kijk, in ons geval is het zo. Als je je handen niet hoog houdt, krijg je klappen. Dan moet je niet zeuren, want je hebt je handen niet hoog gehouden. Een ondernemer die laat zijn guard zakken en dat kost hem miljoenen. Dus ja, dus er zit een bepaalde vergelijking. Bij ons is de afstraffing direct en dat doet pijn. En de ondernemer die voelt het in zijn portemonnee. Ik vind het leuk om mensen iets mee te geven. Ik vind het leuk om mensen iets te laten zien wat ze waarschijnlijk niet weten. Ik vind het leuk om mensen te laten zien en te laten horen hoe ik met dingen om ben gegaan. Is dat voor jou ook lastig om te vertellen? Want ja, dat zal niet altijd wel over de makkelijkste momenten zijn gegaan. Nou, ik vond het een mooie metafoor sowieso. Toen ik het voor het eerst deed, was het wel even wennen omdat ik beelden ga laten zien die niet fijn zijn voor mij. En die ik vroeger dus eigenlijk verborgen hield. En nu niet meer. Nu heb ik iets van, laat maar zien. Want ik bedoel, ieder sterk mens heeft ook zwakke momenten. Mm-hmm. En zo zie ik dat voor mezelf ook. Ja, laatste vraag. Word je dan ook nog heel erg zenuwachtig voor zoiets? Of moet je er heel erg voor voorbereiden? Of hoe gaat dat? Nou, ik word wel zenuwachtig, ja. Het is heel anders. Ik zeg wel eens van, ik doe liever een wedstrijd. Dat ik dit soort dingen doe, weet je. Want om te beginnen vind ik altijd wel lastig. En dan heb ik het soms wel eens. Ik wil er geen angstzweet zeggen, maar het is wel een beetje zenuwachtig ben ik dan wel. En dat is, dat is ook wel weer. En wat ik voor mezelf grappig vind, is van hoe ga ik daar zelf mee om? Weet je? De ene keer herstel ik heel snel, de andere keer heb ik er wat meer moeite mee. Maar ik laat het gewoon gaan. En dat zien we wel. Je doet ook niks geks voor zo'n moment dus? Nee, nee. Nee, het enige wat ik nu denk van ik heb mijn zakdoek vergeten. Kan ik mijn zweet niet afvegen, maar dat zie ik dan wel. Dat maakt niet uit. Meer Veronica Fight zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.